Vandaag, vrijdag 13 maart 2020, is het eerste geïmporteerde geval van COVID-19 bevestigd door het Centraal Laboratorium van het BOG. Omstreeks 10 uur 15 vanmorgen kreeg het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg de melding van een persoon met koorts, hoesten, hoofdpijn en lichaamspijn. De persoon was op woensdag 11 maart afgereisd naar Suriname met een reisgeschiedenis naar Nederland, dat is Rotterdam en Delft, waarin momenteel sprake is van actieve COVID-19 transmissie. De persoon werd vervolgens geïdentificeerd als suspect case, waarna het quick response team een swab heeft afgenomen om te testen op COVID-19. De persoon is in thuisquarantaine geplaatst onder politiebewaking. Omstreeks 14 uur 45 werd de diagnose bevestigd. Onlangs zijn de patiënt en naaste familieleden op de hoogte gebracht van het resultaat en worden er maatregelen ondernomen om het risico van verspreiding in de gemeenschap in te dammen. De patiënt zal aan huis worden gemonitord door de huisarts en indien de situatie verslechtert, zal deze worden opgenomen in de quarantainevleugel van het Wanika ziekenhuis, waar de nodige middelen voor behandeling van een COVID-19 patiënt beschikbaar zijn. Voorzitter, na afstemming met de president van de Republiek Suriname is besloten de verdere en verscherpte maatregel te treffen. Ook besloten tezamen met het Nationaal COVID-19 Management Team. De publieke gezondheidszorg, voorzitter, eist van ons als verantwoordelijke beleidsmaker dat we deze noodzakelijke beslissing moeten nemen. Vanaf zaterdag 14 maart 2020 om 00 uur zullen reizigers tot nader orde niet worden toegelaten tot het Surinaams grondgebied. Ten aanzien van ingezetenen, dat is zaterdag, dat is vanavond dus, zaterdag overgang 14 maart 2020 om 00 uur, zullen reizigers tot nader orde niet worden toegelaten tot het Surinaams grondgebied. Ten aanzien van ingezetenen in het buitenland zullen afspraken gemaakt worden over hoe zij terug zullen keren naar Suriname. Periodieke evaluatie van 30 dagen zullen in mogelijke bijstelling van deze maatregel resulteren. We doen een beroep op de gemeenschap, voorzitter. Deze besluiten kunnen verstrekkende economische en sociale gevolgen hebben. Voor iedereen in ons land. Die gevolgen zullen echter veel minder dramatisch zijn dan een COVID-19-epidemie binnen Suriname. De situatie vereist ook dat de regering met onmiddellijke ingang sociale bijeenkomsten tot aantal van 100 personen beperkt. Elk leven is belangrijk, voorzitter, en de regering zal altijd zijn uiterste doen en zich inzetten om de voorzieningen te treffen ter voorkoming van wat zich tot op dit moment in andere landen voordoet. Ons medeleven en condolences gaan uit naar alle landen en slachtoffers die getroffen zijn door deze pandemie COVID-19. Wij vragen u meer dan ooit, om enkel en alleen de officiële berichtgeving te volgen door het Nationaal COVID-19 Management Team.
elke dag omstreeks 6:00 namiddag. En deze berichtgeving strikt na te leven. Indien er sprake is van koorts, kortademigheid, hoest, andere longproblemen, of hebt u recent een risicogebied aangedaan, belt u gelijk naar de hotline van BOG op 178. De regering deelt de mening van WHO dat het virus alleen met gezamenlijke inspanning en solidariteit kan worden bestreden. Er zijn nog wat technische zaken, voorzitter, maar op dit moment wil ik me tot hier beperken.